de keuze bij deze verkiezingen. Kiezen we voor een rechtse kaalslag, voor korte WW, lage uitkeringen, gaan mensen dan meer werken? Met theorie is ja, knijpt mensen flink en ze gaan bewegen. Ik heb gezien, veel gezien, dat als je mensen gewoon helpt, dat je werkgevers, werknemers in de positie zet om gewoon die reïntegratie te verzorgen van mensen die misschien aan de zijkant komen, dat het bedrijf het moeilijk heeft, dat dat werkt. Dat mensen dan niet zeg maar in de WW komen, maar dat mensen voordat ze in de WW komen omscholing hebben en bij een andere sector komen. Geniale voorbeelden. Of het nou is bij Structon, of dat het nou is bij een timmerbedrijf. Het kan. Laten we het dan ook zo doen. En niet kiezen voor die rechtse kaalslag van de VVD en het CDA, maar laten we kiezen voor het alternatief van de Partij van de Arbeid. We kunnen mensen aan het werk houden op een menswaardige manier en wat goed is voor de toekomst van ons land. Dat is de keuze.